Nou, hartelijk welkom bij Wereldwinkel Heino. Het is vandaag een hele feestelijke dag. We bestaan 20 jaar. En onder ons... 8 mei, Wereldwinkeldag in Heino. Maar geen gewone Wereldwinkeldag, een bijzondere. Want de Wereldwinkel in Heino bestaat 20 jaar. Ellie Meijer, de voorzitter van de Wereldwinkel, was er 20 jaar geleden niet bij. Of wel, Ellie? Wie waren er toen misschien wel bij de oprichting? Nou, ik was niet bij de oprichting, maar wel bijvoorbeeld andere mensen die in kerken aanwezig waren. En daar is het ook eigenlijk uit ontstaan. De Wereldwinkel was niet op deze plek waar we nu zijn. Nee, die was eigenlijk was het in beginsel een werkgroep. Naar de hand is het naar de kelder in bij Guus Speelgoed gegaan. En daar is het een stichting geworden. En sinds wanneer ben jij er nu bijgekomen? Nou, eigenlijk toen het een stichting was geworden, zo'n 20 jaar geleden dus, ben ik er ook bijgekomen. Ja. Het principe van de Wereldwinkel is producten te verkopen die gemaakt zijn in de werelddelen Zuid-Amerika, Afrika en Azië. En de producenten die daar dus de artikelen maken, te helpen om een bestaan op te bouwen. En kan je nog even kort iets zeggen over hoe dat dan gaat, de prijzen? Iemand verbouwt koffie, die koffie of maakt mandjes. Ja. En hij heeft een klein fabriekje en die mandjes zien wij hier in de winkel terug. Ja, nou, in de eerste plaats wordt het dan aangekaart door een ontwikkelingsorganisatie. Die zoekt dan contact met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Die kijkt of er een importeur is. En de importeur wordt gecertificeerd op bepaalde onderdelen. En die meneer die mandjes maakt, krijgt een goede prijs, heb ik begrepen. Ja, dat zijn zo ook de eerste criteria. Een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden. Ja? Herman Hulsman, wat is jouw rol hier in deze Wereldwinkel? Ik ben coördinator. Ik moet dus zorgen dat alle groepen en werkgroepen een beetje goed functioneren en dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Mag ik jou ook vragen, waarom werk je in een wereldwinkel? Uit ideële doelstellingen. Ik ben futter en je wilt toch wat voor de medewens doen. En dan leek me dit dus een heel zinvolle invulling. De Wereldwinkel in Heino vind ik vrij bekend, maar zijn er nou nog mensen die niet weten dat er een wereldwinkel is? Ik hoop dat niemand in Heino het niet weet dat wij hier al meer dan 6 jaar in dit pand zitten. Maar toch hoor je, zoals vorige week op een fair bij de Aspergefair, dat Heino, heeft hij een wereldwinkel? Ja, zeker. 20 jaar. Al 20 jaar. Ja. En zelfs veel eerder dan Raalte. Dit is een leuke wereldwinkel, mooi aangekleed, mooie kleuren. Ik heb gehoord die kleuren betekenen ook nog iets. Maar als ik in een andere plaats ben, dan zie ik toch hele andere spullen in een wereldwinkel. Hoe zit dat? Ja, elke wereldwinkel heeft eigen mogelijkheden om te prijzen, om in te kopen. Wel is er een landelijke uitgaande richtlijn van hoe richt je een winkel in. En dan heeft u dus over die kleuren. Elke kleur heeft een betekenis. Maar verder is iedere wereldwinkel vrij om te prijzen en in te richten. We hebben dus een inkoopgroep. En die inkoopgroep gaat 1 keer in de 6 weken ongeveer richting Culemborg. En in Culemborg zitten meer dan 30 importeurs die de producten allemaal aanbieden. En dan denken jullie, dit gaat vast verkocht worden in Heino? Ja, dat is. Ze gaan altijd met z'n drieën of zo. Er wordt niet altijd ingekocht op persoonlijke smaak, want dat zou niet werken. Er is ruim keus en ze komen dus altijd met een ruim gevulde auto of een aanhanger komen ze terug om hier de spullen weer te laten prijzen en weer te etaleren. De Wereldwinkel in Heino zou niet kunnen bestaan zonder medewerkers, zonder vrijwillige medewerkers. Vertel daar eens wat van.
Nou, we zijn heel blij hier in de Wereldwinkel Heino met ruim 60 medewerkers. Daar zijn we heel erg trots op en we kunnen de winkel dan ook heel goed draaiende houden. Ja. Hoeveel zijn het er? Ruim 60. En die staan niet alle 60 in de winkels, dus er moet een heel schema gemaakt worden wanneer iedereen werkt. Ja, er zijn dagpools opgericht en daar kan iedereen dus naar voorkeur meewerken. Ellie, hoe ziet het 20-jarig verjaardagsfeest er vandaag uit? Nou, ons feestprogramma van vandaag ziet er al uit dat er om 12 uur Benne Solinger een mooi wereldwinkelgedicht gaat voordragen. En dat om 1:00 mevrouw Christine de Graaf met haar klankschaal komt voor een demonstratie en informatie. En als mensen hier langskomen, dan hebben ze meteen een leuk moederdag cadeau. Nou, dat is wel de bedoeling, want het is natuurlijk wel zo gekoppeld dat het morgen moederdag is. En dat de cadeautjes klaar liggen in de winkel. Wij hopen dat deze wereldwinkel nog een heel lang leven beschoren is. Nou, dat hoop ik ook. Eigenlijk vinden wij dat wel leuk, dat de wereldwinkels nog bestaan. Maar eigenlijk is het de bedoeling om onszelf overbodig te maken. Dat de producenten op eigen benen kunnen staan. Maar zolang het nodig is, staan we met veel plezier in de wereldwinkel. Nou, dus van zuivere koffie naar wereldwinkel. Zuivere koffie in Heino? Zeker weten. Prachtig. Al te koop vanaf 1984. De kerken werkten daarin toen samen, zoals het hoort. Ik zeg amen. Daarna Wereldwinkel Heino. Begonnen bij betrokken Guus. Zijn kelder werd hun eerste huis. Nu al 20 lange jaren een wereldwinkel van verschil. Tegen groot verspil. Voor eerlijke wereldhandel en wandel uit respect voor mens en voor duurzaam milieueffect. Vechtend tegen achterstanden voor werkers in derde wereldlanden. Voorlichting op scholen, solidair en ver. Kramen op pompdagen, kerstmarkt en aspergever. Maar ook vrijwillig, origineel. Al 63 enthousiaste mensen als vrijwillig personeel. Eerlijke producten voor elk wat wils. Derde Wereld Partnership. Wereldwinkel Heino, een begrip.